Toekleur was een West-Afrikaans keizerrijk, waar ik ook van afstam. Maar hier in West-Europa lijkt het op Toula Couleur. En daarom vond ik het interessant om een naam te kiezen die, net zoals ik, verandert van betekenis afhankelijk van de plaats waar die uitgesproken wordt. Of in mijn geval ben ik in Europa zwart, maar in Senegal bijvoorbeeld wit. In Toekleur onderzoek ik de identiteitscrisis die kan ontstaan bij mensen van gemixte etnische afkomst. En probeer ik die om te zetten in een beeldtaal. Hiervoor maak ik gebruik van dingen als haar, postuur, huidskleur, maar ook referenties naar popcultuur en kunstgeschiedenis. En door middel van oude filmtechnieken en fototechnieken konden we het personage constant veranderlijk maken, zodat de kijker eigenlijk mee in die zoektocht belandt en nooit kan vangen wie het personage eigenlijk is. De uitdaging van Toekleur was eigenlijk de inhoud en de technieken samenfuseren tot één beeldtaal, waarin het beeld niet enkel iets registreerde, maar ook deel werd van die inhoud. En daarvoor waren verschillende workshops en momenten nodig met de cinematograaf, de acteur en de make-up artist om tot op dat punt te komen waar het nu zit. Na Toekleur hoop ik nog kansen te krijgen om projecten te maken en verder onderzoek te doen naar identiteit en mijn praktijk daar ook verder in uit te bouwen. Welk medium maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik hoop dat ik gewoon verder projecten kan maken, of dat dan in film is of niet, zien we wel. Maar ik sta zeker open om gewoon nog nieuwe films te maken, want dat is ontzettend fijn. Tik tak tak tik 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 tik